Gesponsord door Bomaworst. We geven een single uit de CD Heat van Leijers, Michiels en Soul Sister, She's Gone. Doortje, zet in godsnaam die radio uit. Voilà, meneer de technieker. Hey, van hoe laat loopt hij al op en neer? Je hebt er zeker al een marathon op zitten. Van 6 uur. Ik was weer al onpasselijk. Ah ja, en je zingt altijd als je onpasselijk bent. Ik zing om te vergeten dat ik onpasselijk ben. Snoept wat minder. Je eet de laatste tijd elke dag een ganse koekenwinkel op. Oh. Ja, je hebt vannacht zelfs een bedkoeken zitten eten. Eentje maar. Ja, eentje maar. Zit er nog maar eentje in? Mm. Kijk, hier is dat bed vol kruimels. Oh, mijn rug staat vol rode plekken. Meneer is weer goedgezind vandaag. Ja, meneer wil eens goed uitslapen in het weekend. Gij, hè? Gij gaat u serieus moeten aanpassen als wij een baby gaan krijgen. Een baby? Wie spreekt er nu over een baby? Wat? Nee, nee. Ik heb al genoeg aan die snotneuzen op school dat ik niet van plan ben om thuis nog eens tussen het gezaag te zitten. Dus je bedoelt dat je geen kinderen meer wilt? Ja. Dat is exact wat ik bedoel. Waar zijn mijn kousen? Maar dan heb Doortje, je mij gewoon iets wijs gemaakt toen wij getrouwd zijn. Trouwers die maken elkaar altijd van alles wijs, Doortje. Ik weet niet hoe diep dat je mij nu kwetst. Niet dramatiseren, hè? Maar jij breekt zomaar de belangrijkste belofte die je in je leven hebt gedaan en ik mag dat niet dramatiseren. Doortje, van dat geroep krijg ik koppijn. Oh, god, hier, meneer. Uw kop is al direct gedaan zijn. Want Hora! Mijn koeken! Jij bent een ongecontroleerde bruut. Dat zijn jij. En weet je wat je vooral zit, hè? Een grote, schenelige leugenaar. Dora! Geld en rijkdom. Een schone, knappe, blonde jongeling zal binnenkort mijn pad kruisen. Oh, ho, ho. Ja, het zal nog niet voor vandaag zijn. Oh, Carmen. Ik leef nog. Die kaarten moeten nog gerodeerd worden. Hè. Dat was om te repeteren. Ja. Allee, kom. Trek trap nog eens een kaart. Ik heb nog 2 minuten voordat ik naar Boma moet. Kom. Oh, Carmen. Je hebt mij al 20 keren mijn toekomst voorspeld. Ik had deze morgen al dood moeten zijn. En binnen 2 jaar kolonel. Ik dacht dat die man die kaarten verkoopt zei dat je talent had. Zeg. Allee, vooruit. Is je het melk? In mijn sakos. Staat die niet beter in de frigo? Dat zijn melkjes die ik van bij elkaar heb meegepakt. Hè. Oh. Besparingen. Allee, vooruit, trek de kaart. Oh. Waarom ben ik toch niet met Doortje getrouwd? Die ligt nu rustig en lief met haar pico in bed. Ja. Moest jij iets anders doen dan snurken, hè? Dan zou ik nu ook naast u in bed liggen. Oei, Xavier. Wat is het? Lig ik weer op sterven? Ik zie Ambras in ons huis houden. Ja? Zo kan ik ook de toekomst voorspellen. Ah, godverdekken, kun je nu niet uitkijken? Ja, sorry, Carmen. Sorry. Ja, het is hier ook zo donker. Hier, kijk af. En daarbij moet men nog betalen, hè? Wat? Van uw kaarten te liggen. Zal hij wel in natura betalen? Ja, dat is goed, hè. Ik heb nog 1 minuutje. We zullen onze inventaris vandaag wel afkrijgen, hè? We zullen er niet moeten blijven kamperen. Oh, Dimitri, ik weet niet wat ik heb, hè, de laatste tijd. Ik doe niet anders dan eten en overgeven. Dat waarschijnlijk het menselijk lichaam in evenwicht, hè? Dimitri, ik zou straks even weg moeten om iets te regelen. Kan dat? Ja, wat heb ik nu feitelijk aan u? Ja, het is voor iets wat aan mijn leven van afhangt. Alleen dan tijdelijke loopbaanonderbreking, hè? Of verlof zonder wet, hè? Is het weer zover? Als ik zonder wedden hoor, dan krijg ik het ineens, hè. Ja, maar het is goed. Maar mag ik als bezorgde werkgever weten waar je naartoe gaat? Ja, naar de dokter. En naar de advocaat om mij te laten scheiden. Voilà. Oei, ik heb altijd gedacht dat Pico een agressieve, colerieke gast was, hè. Mij verwondert dat niet dat je daar slagen van krijgt, hè. Enfin, in die omstandigheden is uw verlof zonder wedden toegestaan. Je moet me zelfs die blauwe plekken niet laten zien. Alhoewel, als je een getuige zoekt, dan zal ik graag de lichamelijke letsels constateren. Oh, Dimitri, voordat ik het vergeet, mag ik straks een paar telefoontjes doen, privé? Je weet, ik kan royaal zijn, hè. Bel maar.
Ik zal er u zelfs niks voor aanrekenen. Hè? Dat is toch niet buiten de zone, hè? Pabam, pabam. Pabam, pabam. Heb jij dat aan om in uw pet te kruipen? Mijn beste hemd. Liever dat ik dat aandoe om uit te gaan. Hela, hela, hela. Je zou beter wat vroeger naar huis komen. Je bent niet verplicht om te wachten tot de zon opkomt, hè. Sinds Zuid-Amerika terug is, kent ze het verschil niet meer tussen dag en nacht. Ah, wel, het is dag en ze mag direct de kleedkamers gaan scheuren. Mos, het heeft toch geen zin? Binnen een paar uur ligt het daar weer vuil. Ja, dat is wel. Dat is logica. Ja. Zeg, en wat was dat gerond vanmorgen? Ik lag te daveren in mijn bed. Ik heb bij de gemeente die grote grasmaaier geleend. En halverwege stond ik al in pan. Ik heb hem naar DDT gedaan en gevraagd of hij wil repareren. Nou, het is plezant om op die manier wakker te worden. Ja, zeg. Ja. Ja, ik pak wel op in de living. Wat ga jij doen? Ik heb frisse lucht nodig. Jij denkt toch niet dat je zo op straat gaat zeker? En doe die deur eens dicht. Je wil er geen slechte naam krijgen, hè? Zeg, pa, alsjeblieft, hè. Alsjeblieft, hè. En doe iets deftigs aan. Nou. Ja? Momentje. Bieke, kleed u aan. En doe iets deftigs aan. Wat antieke toestanden zijn dat hier, hè? Ja, Doortje, wat scheelt er? Ja, ik heb eigenlijk goed en slecht nieuws. Oh, soms heb ik echt veel goesting om te scheiden, hè, Pascal. Is dat het goeie of het slechte nieuws? Ja, Pico, die doet mij zoveel verdriet, hè. Hij zegt constant dat hij geen kinderen wilt. En ik denk dat ik in verwachting ben. Maar dat is toch fantastisch nieuws? Luister. Je kent ons mannen toch. Ze geven nooit hun gevoelige plekken bloot, maar ze hebben er. Heb je dat al verteld aan Pico? Nee. Ik ga dat maar doen als ik zekerheid heb. Hè. Kijk, om 10 uur moet ik naar de dokter om bloed te laten trekken. En 1 uur daarna weet ik de uitslag al. Zou het jij alstublieft met mij willen meegaan? Ik wil nog niks tegen Pico zeggen. Verstaat je het? Maar natuurlijk, dat is geen probleem. Zeg maar, Pascal. Jij mocht tegen niemand iets zeggen, hè? Ook niet tegen Oscar, hè? Nee. Ik ga het grote nieuws pas aan Oscar vertellen als er zekerheid is van een dokter. Wie had dat gedacht? Het zal een grote verandering teweeg brengen. Oh, in verwachting. Ik ben echt heel blij. God, een baby. Dat zal plezant zijn om dat nog eens in huis te hebben. Ja. Ja. Goed. Ja, 10 uur naar de dokter. Oké. Okay. Ja. Het blijft voorlopig een geheim tussen ons getwenen. Oké? Okay? Dag. Oscar, waar zijn we? Handdoeken. Handdoeken, proper handdoeken. Zeg je er mee? Ja, ja. Oscar, luister eens. Ik moet over 1/2 uur even weg. Huh? Ah. Ja, boodschappen doen. Pascal. Ja? Als je maar voorzichtig bent, hè. Kom, ga zitten. Ja. Nee, kom, ga zitten. Zet u neer, vooruit. Je mag u niet vermoeien. Weet je wat? Hier, kom. Tik een kusje achter je rug. Voilà. Zit je goed? En je moet een taxi nemen. En vooral gezond eten. Ik zal koken vandaag. Hè? Ja. En koop u eens een nieuw kleedje. Iets waar je los en gemakkelijk in zit. Hè? Oscar? Ja? Alles in orde? Formidabel, schat. Meneer Boma, je moet opletten voor uw gezondheid. Veel kieskeuriger eten. Carmen, ik heb u gevraagd om mijn privéleven te bekijken. Van de seksuele côté. Je zult niet veel privéleven niet meer hebben als je van die vettige brol blijft binnenspelen. Ja. Allee, doe het open. En van de seksuele côté is er zelfs geen sprake. Nationaal elftal, Oscar van Imst. Kom binnen, Oscar.
Je moet hier op die rommel niet letten. Het is een nieuwe vlaag van Carmen. Ah. Ze voorspelt de toekomst. Zegt je. Ja. Ga zitten, Oscar. Ja. Ja, zeg, Oscar. Trekt jij ook eens een kaart? Allee. Nee. Ik weet zo wel wat aan mij te wachten staat. Ik heb daar geen kaarten voor nodig. Voorzitter, ik kom de huur betalen. Ah. En ik zou u eens 5 minuten willen spreken. Privé. Carmen, er moet boven ook nog gekuist worden, hoor. Mijn slaapkamer is in slagveld. Stoefer. Allee, Carmen. Ja, het is goed. Ik heb het al begrepen. Ik zou toch maar oppassen, zo'n meneer Bomen. Want volgens de kaarten, hè, moet je personeel wat beter behandelen. Anders, hè, zult jij van schuldgevoelens wegrotten. Zeg het maar, Oscar. Ja. Het gaat over ons huis. Het zou kunnen dat het in de toekomst een beetje te klein gaat worden. Een slaapkamer te weinig, bijvoorbeeld. En ik kon vragen of je de kosten van de verbouwing zou willen betalen. Of een beetje tussenkomen. Nou, of een beetje tussenkomen, dan moet ik wel de reden kennen, hè, Oscar? Ja, voorzitter, maar dat kan ik nog niet zeggen. Ah, dan vraag ik het aan Carmen, die leest toch alles in de kaarten. Nee, serieus. Ik moet het weten, hè, Oscar? Balthazar. Balthazar, kun je zwijgen? Oscar, alles wat hier gezegd wordt, in deze huis, dat blijft toch tussen deze 4 muren? Nou, wel luister. Ik kom daar straks in de keuken. Ja. Zeg je daar zeker van? Op hun leeftijd. Carmen heeft mij juist gebeld van bij Boma. Onze trainer, onze geheelonthouder, wordt voor de 2e keer papa. Zeg, ik zie hem al training geven met een kleine op zijn arm zo. En op en neer, en op en neer. Pas op. We moeten doen alsof we van niks weten. Want Oscar wil het alleen maar bekendmaken als er genoeg zekerheid is van de dokter. Ah ja. Zeg, rijd eens even langs DDT. Ah, wat gaan we daar doen? Informeren hoe het met onze grasmaaier zit. Maar ja, het veld moet nog voor de helft afgereden worden. Ja. En intussen is langs vrouwen passeren. Ze heeft haar kuren weg. Ze vindt weer dat ze met de verkeerde getrouwd is. Verstandig, kind. Hela. Oh, wie we daar hebben? Rocky 6. En je drukt op ons gaan te buiten komen. Ik moet eens met Doortje klappen. Ah, je noemt dat klappen? Doortje is er niet. Ze moest naar 2 levensbelangrijke afspraken. Oeh, en nou, waar is ze dan? Naar de dokter om haar te laten repareren. En naar de advocaat die moet ervoor zorgen dat ze nooit meer gerepareerd moet worden. Zou DDT zat zijn? Doortje zal naar de dokter zijn omdat ze vanmorgen een beetje misselijk was. Misselijk van u? Of van uw slap handje? Is onze grasmaaier gerepareerd? Luister eens goed, macho manneke. Ik heb nog iets anders te doen dan uw grasmaaier te repareren, hè? En als jij per se wilt voetballen, knaag het dan af. Dat is goed voor je gezondheid. En je reageert nu agressie mee af. Ja, aan tafel. Allee, smakelijk, hè? Goedemiddag, ja, Pascal. Pascalke, smakelijk. Smakelijk. Ja, man, smakelijk. Ja, wij komen van DDT. Die grasmaaier is nog niet gemaakt. Oh, nee? Nee. En wat heb ik dan vanmorgen gehoord? Maar die aftrap is om 3 uur, hè? Ha, ja. Dat is gezicht, hè. We gaan ons belachelijk maken. Nou ja, aan de ene kant staat het gras kort en aan de andere kant kunnen we er bijna niet op shotten. Dat veld, dat moet in orde gebracht worden, hè? Maar de petter is daar bitter. Die is in staat om het veld af te keuren, die dikke onnozelaar. Oei, mijn vlees. Uit de weg. Uit de weg. We moeten u zo niet opwinden, Oscar. Een ongeluk is rap gebeurd. Allee. Een hartinfarct is al wat je kunt missen nu. Zeg, mannen. Goesting in een kom lekkere soep? Maar wel, dat slaag ik niet af. Voilà. Onze pa heeft gekookt vandaag. Ga even zitten, man. Pascalke, jullie een heel klein beetje bijgekomen?
Vind jij dat ik verzwaard ben? Zeg, Marcus, het zit erin dat je in de toekomst de trainingen een beetje gaat afbouwen, hè? Ik heb al meer dan werk genoeg in het café. Ja, het vlees is... Maar de patatjes... zijn iets te plat. Allee, de appelmoes is dan toch gelukt, hè? Ja. Allee dan, smakelijk, hè? Ja, ja, smakelijk. Smakelijk. En voor wanneer is het nu? Voor wanneer is wat? De scheiding. Ja, de advocaat zal toch al wel verteld hebben wanneer dat je in een bruut verlost bent. Ik ben niet naar de advocaat geweest. Maar je hebt ongelijk. Je bent toch al naar de dokter geweest om alles te laten constateren? Hè? Ja. Dat is al heel verstandig. Dimitri, mag ik u een keer iets persoonlijks vragen? Iets intiems? Ik ben daarvoor, hè. Moest jij met mij getrouwd zijn, hè? En ik wilde een kind van u. Zou jij mij dat dan geven? Ik moet daarvoor met u niet getrouwd zijn, hoor. Merci, Dimitri. Het is niks. Ik word weer onpasselijk. Mag ik even gaan liggen? Tuurlijk, tuurlijk. Lig. Je hebt een goede infrastructuur, hè? Moet je geen kusje hebben? Heb ik bedoel, van achter uw rug, hè? Het zal wel gaan, het zal wel gaan. Het kan hier gezellig zijn, hè? Gezellig, rustig, romantisch. Ik denk toch niet zeker dat ik een gras ga afrijden? Ah, nee. Eerst beloof je van ons grasmachine te maken en dan heb je zo gezegd geen tijd. Ik ken uw trucjes. En daarbij, als de matrakken te weten komen dat jij verantwoordelijk bent voor de staat van het veld, je hebt de rijksmacht beter mee dan tegen. U is de rijder, kan toch helpen? Familiale problemen, jij moet spreken gaan. Wie helpen of last met de rijksmacht? Hop! Nee, waarom is dat voor mij zo'n roze ding? Nee. Daar is uw stuk. Zorg dat het proper ligt, want je kunt het gras afknagen. Pas, hè. Je hebt hier ook een lastige job zo te zien. Waar heb je gezeten vanmorgen? Is dat hier een kruisverhoor? Ik ben aan de dokter geweest. Ja, ik hoop dat hem u kalmeerpillen heeft voorgeschreven. Ja, dat heeft hem gedaan. Voor u. Gaan we weer beginnen klagen? Nee. Nee? Mag ik dan weten waarom jij de laatste tijd zo prikkelbaar en zo onhandelbaar bent geworden? Omdat ik zo gelukkig ben, Pico. Jij bent zodanig veranderd, hè, jij? Jij ook. Ja, dat kan zijn. Maar ik heb u nooit leugenswijs gemaakt als het over kinderen ging. Ik ga er weer over beginnen te zagen. Ik wil geen kinderen, Doortje. Alleen voorlopig toch niet? Ah, jij zegt dat zomaar. Jij beslist. Ja. Ja, ik beslis. Ja. Hallo, DDT OK, Kaars. Met wie? Ja, daar spreekt u mee. Wie is het? Dat gaat u niet aan.
Ja? Ja? Dank u. Ja, dank u. En? Wat is er? Niks, 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 zei Wout. Dat interesseert u toch niet. Ja, zeg. Oh, maar wacht, wacht, Pico. Pico, ik ben in verwachting. Zo. Wat kan ik, hè? Balthazar. Dag, hè. Pascal, proficiat, hè. Ik zal even uw kaarten eens leggen om te zien wat het is, hè. Ik wenste dat het van mij was. Pascal, ik heb u toch gezegd dat ik niet graag heb dat je een hele dag in het café staat. Ja, maar allee, Oscar, wat krijg je? Kom, kom, ga naar de living. Je moet rusten. Ik zal een toger doen. Kom, vooruit. Ga maar naar de living. Kom. De Nengs draagt zorg voor zijn Mary, hè? Hoe weet jij dat? Je hebt Oscar erbij afgeluisterd, hè? We moeten wat stiller klappen nu, meneer Boma, tussen uw vier muren. Ja, nu weet iedereen het. Ik eis hier absoluut discretie, hè? Want direct ben ik weer te gaan zitten. Waar ga jij naartoe? Ik heb Pascal beloofd om haar kaarten te leggen. Nee, 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 ze moet rusten. Uit de weg, dictateurke! Zeg! Hier! Een ultramoderne machine. Waar heb je zoiets gehaald? Dat lag bij het groot vuil van mijn buur. Een pint, Oscar. Zeg, Xavier. Huh? Is Pico er nog altijd niet? Oh. Die heeft mijn personeel lastiggevallen en dan is hij gaan lopen. Ik heb het zelf gezien, hè? Ja, ja. Die heeft wat problemen met Doortje. Problemen? Een agressief, arrogant bazeken is dat. Pieke, kom eens hier. Doe jij de toog eens? Ja, waarom nu weer al? Ten eerste omdat uw moeder moet rusten en ten tweede omdat je een veel te grote decolleté aan hebt. Zeg, ik heb afgesproken om met vrienden weg te gaan. Ik begrijp niet, hè? Jij doet de toog, zeg ik. Ik doe de toog niet. Waarom moet ons man nu ineens gaan rusten en moet ik hier voor heel die poel opdraaien, hè? Ik heb de kleedkamers al gedaan. Kom eens mee, kom. Pascal. Je zit in een enorm vruchtbare periode. Ja, kom, kom. Zeg. Ja, zo kan ik mij niet concentreren, hè. Ja, dat is mee, kom. Wat zeg je? Wat doen we dat? Ja, zeg. Vooruit. Ja, kom. Naar achter. Bieke. Ja, wat kom jij hier doen? Ik wil eens 5 minuten met mijn dochter klappen. Vooruit, buiten. Kom. Pieter, wat zou je ervan denken om een broerke of een zusterke bij te krijgen? Want uw ma en ik gaan terug mama en papa worden. Dat is belachelijk. Hoe? Dat is heel egoïstisch van ons ma en van u om nu nog een kind te willen. Wat wilde jij daarmee zeggen? Want die kleine die zal heel oude en ouderwetse ouders hebben. En ik heb echt geen goesting om de schoonste jaren van mijn leven als babysit te spelen. Maar... En iedereen gaat u uitlachen. Ja, maar... En ze hebben nog gelijk ook. Jij doet wat je wilt, hè. Maar ik draai er liever op. Ja, Pascal. Ik heb u een zwaar toekomst voorspeld, hè. Een heel zwaar. Shh, dat heb je al gezegd. Pascal. Moet je me nu eindelijk eens zeggen wat er hier in huis aan het gebeuren is? Wel, proficiat, hè. Wat een prestatie. Proficiat, waarom? Voor dat klein boeleke. In uw buikje. Zeg, het is te hopen dat hij niet te veel op Oscar trekt, hè. Zo weinig haren al, hè. Maar Oscar, dacht je nu echt allemaal dat ik... Maar ik ben niet in verwachting. Maar jij moest toch naar een dokter? En ik heb je aan de telefoon horen zeggen dat je het niet erg zou vinden als er nog een boelke zou rondlopen. Maar tegen Doortje heb ik dat gezegd. Ze heeft nog juist van bij haar thuis getelefoneerd dat ze zekerheid heeft van een dokter. Het is Doortje die in verwachting is. Oh.
Oh. En ik zie dat voor niks tussen, hè? Allee, Oscar. Carmenneke, Carmen, geef eens even de kaartjes. Waarom? Ah, omdat ze te veel leugens vertellen. Proficiat. Is je schoon en raar? Doortje. Proficiat. Waar? Dat ziet er bevallig uit, moet ik zeggen. Doortje, wat zegt de Pico? Hè? Hij weet het nog niet. Hoe, de Pico weet het toch niet? Ja, maar dan wordt nu toch tijd dat hij dat vervolgens. Proficiat. Ja, ik heb je kunnen. Ja. Wat doen al die mensen hier? Pico, we zijn met drieën. Hoezo? Wij zijn met drieën. Fijn, dat kan. En ik dacht dat Pascal in verwachting was. Of ben ik toch van een ezel? Ja. Maar een gelukkige ezel, Doortje. Wel, ik ben echt content. Oh, Oscar. Ik heb mij belachelijk gemaakt. Dat is niet waar. Tja. Weet je, eigenlijk zijt jij een hele lieve, attente man. Ik had er nog graag een bolletje bij gehad. Ik denk dat we beter kunnen speculeren op een kleinkind. Ons bieken is toch niet... Maar nee. Ja. Ik bedoel alleen maar dat alles zijn leeftijd heeft. Ook kindjes kopen. Ja. Ik had er nogthans alles voor opgegeven. Alles? Alles. Zelfs uw voetbal? Zelfs met... Binnen een half uur is die aftrap. Ja. Zijn de matrakken er al? Die zitten al in de kleedkamer. En zijn ons mannen klaar? Ah nee, die zitten bij Doortje. Wat? Miljarden, hè? Pascal, bel ze op en zeg dat ze binnen 5 minuten hier moeten zijn. En geen seconde later. En geen seconde later, hè?